maar eens wat de amateurapparatuur weer laten zien. Ik heb hier iets bijzonders. En namelijk iets bijzonders uit mijn eigen geschiedenis. En de geschiedenis van mijn bedrijf. Dit is een product wat ik in 1993 ontwikkeld heb. Een zendontvanger CW van 14.1 tot, of van 14.0 tot 14.1. Volgens mij komt er 3 watt uit, dat weet ik niet meer helemaal zeker. En dit is het prototype. Ik heb er 2 van. Eentje daar zit alleen een ontvanger in. En volgens mij zit hier ook een zender in, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Het kan ook zijn dat dit de andere van de 2 is. Ja, het is toch een redelijk simpel concept. Het is een directe conversieontvanger die erin zit. Met een Polyakov mixer. De behuizing is een beetje een vergissing. Want die is veel te zwaar, maar die is wel heel stevig. Het zijn erg mooie behuizingen. En ook een beetje prijzig. Maar goed, het moest goede kwaliteit worden. Ja, ik heb geen idee meer wat ik daar voor marktprijs voor in het hoofd had. Maar ik ben er uiteindelijk mee gestopt omdat ik erachter kwam dat er nieuwe wetgeving in de maak was. Waarmee het tot in lengte van jaren aansprakelijk was voor garantie op dit soort apparaten. En ik had er geen zin in om als ik ooit nog eens wilde stoppen met de elektronica, om daar dan voor verantwoordelijk te zijn. En ja, er kwam nog meer verscherpte regelgeving aan. En toen dacht ik van nou, gaan we wat anders doen. In de tussentijd werd mij een boek aangeboden ter vertaling en toen ben ik het vertalersvak ingegaan. Maar het is wel een leuk stukje historie. Het is wel een leuk ding. Ik heb hem 2 jaar geleden nog eens aangestoken. En toen deed hij het inderdaad. Dus ja, het is grappig. Het heeft vooral historische waarde voor mezelf. Hè. Het is ook een niet helemaal afontwikkeld product. Ik heb ook nog een aantal printplaten liggen. Waar ook nog diverse modificaties op nodig zijn. In 2 verschillende versies heb ik die nog liggen. Maar ja, het is grappig dat ik daar ook nog mee bezig geweest ben, hè.